Ja, kijk, doe. Kom. Doe. Ik ben er nog steeds. Kijk wat ik wil doen. Ja, shit. Yo YouTube, Ace hier met vandaag. Holy shit. Ja, nee, nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is een hele speciale dag, want zoals jullie weten, ja, eigenlijk weten jullie het niet, maar oké, vertrek ik vandaag meteen na school naar de Dutch YouTube Gathering. Dat is helemaal in Nederland, dus ik moet eigenlijk 5 uur reizen om in Utrecht te geraken. Ik vertrek met de trein van 4:15 naar Nederland. Holy shit, ik heb er zin in. Maar ik moet nog naar school en ik ga jullie meenemen op mijn camera doorheen heel de dag. Dus ik zou zeggen, jongens, hebben jullie er zin in? Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zeg, laten we fietsen naar school. Let's go! We zijn nu dus aan het fietsen en holy shit, ik heb middagpauze. Het is nu 1:30 en dat betekent dat het gewoon nog 2 uur is. En dan vertrek ik gewoon met de trein naar fucking Utrecht. Nog 2 uur les in de middag. En dan ja, dan kunnen wij beginnen aan de grote reis van 5 uur. En ik heb er zin in. Ik heb er echt super, super, super veel zin in. En nu ben ik hier eigenlijk gewoon random aan het fietsen op de autostraden. En ja, ik voel me wel het guy. Gewoon een rotpuntje nemen met de fiets. Want Acid doet die dingen. Acid gives zero fucks. Nu heb ik dus gewoon tijd om te eten. En dan moet ik zo meteen weer naar school. En ik ga wel proberen iets te filmen. Ook heb ik nog maar een uurtje les of zo. Het wordt vet. Ik ga nu mijn rugzak klaarmaken voor de Dutch YouTube Gathering. Want meteen na school vertrek ik naar het station en spring ik op de trein. Dus ik neem jullie nu mee naar mijn kamer. Waar wij gaan voorbereiden op de Dutch YouTube Gathering. Dus jongens, ik zou zeggen, welkom in mijn huis. Ik ben nu dus alles aan het klaarmaken. En met alles klaarmaken bedoel ik eigenlijk gewoon een rugzak, treinticket, alles doen. En nog een beetje shit meedoen op de trein voor de school. Want het zijn natuurlijk bijna examens. En ik heb eigenlijk geen andere keuze om huiswerk te maken op de trein. Want ja, anders ga ik het nooit doen. Ik heb nu nog Frans en economie. En daarna kan ik gewoon zo snel als ik kan lopen naar het station. Hopen dat ik de trein haal. En ja, gewoon vertrekken naar Nederland. En ik heb er zoveel zin in. Het is lang geleden dat ik zoveel stress heb gehad voor iets. Maar dus ik denk dat mijn zak bijna klaar is. Ik heb er goed aan doorgewerkt. Er zijn nog een paar dingetjes die ik erbij moet gooien. En ja, ik heb er wel veel zin in. Het gaat vet worden. Jongens, ik ga terug naar school. Ik zie jullie als ik op de trein zit richting Antwerpen. Als het volgende shot niet op de trein is, dan heb ik pech en heb ik de trein gemist. Maar dus jongens, ik zou zeggen, let's go to de school en dan naar de train. Maar voor jullie dus binnen een seconde zit ik op de trein en voor mij is het nog 2 uur. Jongens, let's go! Ik ben dus op de trein. Ik had moeten lopen. Maar echt, lopen tot de dood. Want anders was ik te laat en ik kwam toe en ik stapte op de trein. Die vertrok meteen. Dus, holy shit. Ik ga naar Nederland. Op naar Utrecht. Ik zie jullie als ik in Antwerpen ben of in een andere station in Gent of zo. Of in Brugge. Ik spreek jullie nog. Ik ga nu chillen op de motherfucking trein. Dus jongens, ik zou zeggen, neem drankje, neem dingen, want dit wordt een triple daagse vlog. Ik ga 3 dagen vloggen en die komen in 3 aparte video's online. En er is de eerste. Dus jongens, geniet van de video's. Ik zou zeggen, let's train. We zijn dus in Antwerpen Centraal. Oh, holy shit, is hier fucking nice. Oh, holy shit, er is hier al fucking veel volk. En er zijn hier al van die typical. Oh jongens, en Alex is hier ook met zijn mooie palmboom t-shirt. Ja, ik heb die net gekocht. Echt? And that's very nice, you got that back, man. So now we have to wait for Ryan. So we're gonna wait for Ryan and then we go with the train to Netherlands. That's very nice. My hair is fucked up. We hebben net eten besteld in de keuken. Geen eten besteld. Ik wel eigenlijk. Ben ik de enige die eten heeft besteld? Cheeseballs. Nee, ik in panels. Ah, ik in panels. En Ryan, wat heb je te zeggen? Cheeseballs. Weet je, ik ga eten. Joep. We moeten zo meteen onze trein halen naar Nederland. En we hebben onze tickets al gekocht. En ja, het wordt smooth. Ik heb er echt zin in. Ik weet niet of jullie het weten, maar Ryan heeft een valiesje mee. Het gaat echt vet worden. Ik heb 2 hamburgers besteld. Ik heb er echt zin in, jongens. Ik heb zin om te eten. Jongens. Let's go and let's do this with the flow. We zijn dus in de IC richting Utrecht en net zaten Alex en ik in de stilte coupé. Dus wij mochten geen geluid maken. Oh ja, het was een goede tijd. Ryan heeft een slaapje gedaan. Ryan, hoe was het slaapje? Harry Potter muziek, help. Hey, luister naar Harry Potter achtergrondmuziek om te slapen. Het is nu bijna 8 uur of zo, denk ik. Of bijna, nee, het is net 8 uur. En wij gaan vertrekken naar Utrecht. Dus boys, let's go.
We zijn in, waar zijn we? Utrecht. We zijn in Utrecht Centraal en nu zouden we hier een van die, onze rare homo-vrienden moeten zijn. Want hij komt ons halen. Jongens, wij gaan in plaats van normaal te doen, wij gaan op de trap lopen. Maar we doen het toch niet. Het is te moeilijk. Ja, inderdaad. Hey, Kenneth. Goed. Oké, we zijn nu in de lift. Shaquille heeft al de coole squad trui aan. Yes. Wow, amazing. Ryan is de enige die geen trui heeft. Kan ik die ooit nog kopen? Ah, zie. Dus wij gaan nu naar onze kamer. We gaan even relaxen, even... Gaan we het niet. Chillen. Dus de boys, let's go. Dit is dus onze kamer. Het is echt, het is een geweldige kamer. Er hangt hier een fucking nice televisie waar we PlayStation 4 op kunnen aansluiten. We hebben daar een zithoek. Wij gaan een Q&A opnemen straks of zo. Yeah. Dus het wordt vet. Jongens. Holy shit, Ryan en ik gaan nu de gang verkennen en we gaan naar onze matties in de gang. Jij hey, Ryan? Ik dacht al dat ik mijn... Oh, we hebben hier, we hebben een bad, dude. Yeah. Holy shit. Oké, okay, in zwemmen. Yeah, nice man. Hallo, hello guys van vlog. Dus we gaan nu naar de gang, jongens. Let's go. En, oké, we zijn op de gang. Dit is de gang. Dit is de pittige gang. En op deze gang zijn er allemaal jootje. Oh my god. Oh my god! Dit is de man! Kijk, kijk! Maarten! Ja, beschrijf voor jou wanneer we hebben. Snak jij toe, kom. Ik ben er nog steeds. Kijk wat we doen. Oh shit! De mannen! Guys! Vandaag te veel GC's. Holy shit! Holy shit. Bella. Er wordt hier gewoon FIFA opgenomen, mensen. Er wordt niet opgenomen. Ja, kan iemand even die FIFA liedjes opzetten? Zet zo'n liedje. Jouwste. Geweldig. Het is hier fucking hectisch. Het is wel funny. Oei joh. Het wordt vet. Oh, ja, abonneer me op. Let's go. Je bent hier 5 seconden. We wachten op de thee. Met Maarten. Ik heb mijn eigen try. Kan je even mijn try filmen? Hallo. Het is wel de try. Kijk de try. En ik heb 98, ja. Ja, ik heb 98. Dat is vet cool. En dit is echt vervelend. Wow, shit. Kijk, hij heeft ook een try. We hebben allemaal een try met onze namen. Deze boy heeft geen try. Ik schiet een nieuwe pornofilm. En like! Hey, dus we zijn nu in Utrecht Centrum met de hele fucking Zoo Squad. En we hebben allemaal die coole Griffers trui zoals jullie al eerder hebben gezien in de video. En holy shit, Utrecht is echt een nice stad. Er is hier nu natuurlijk niks meer. Buiten allemaal cafeetjes en kroegjes waar je dingen kan drinken. Maar morgen moeten we zo vroeg op dat we eigenlijk geen tijd hebben om daarheen te gaan. Dus ik dacht, fuck die shit. We gaan gewoon nog eens door Utrecht. En dat hebben we dus gedaan. En check dit. Gewoon check deze shit. Schrijving, ja, toen is het. Ja, joep. Hey, we zijn nu dus terug in onze hotelkamer en we zijn hier even gewoon aan het chillen met Alex en Mjarte. En ja, we zitten hier gewoon even te chillen. En Ryan is natuurlijk mijn roommate en die is hier natuurlijk ook. En morgen moeten wij gewoon om 7:15 opstaan om dan te vertrekken naar dit YouTube gathering. Maar wij gaan dan als VIPs naartoe of zo, weet ik veel. Ja, wij gaan vroeger binnen dan de rest. Ik heb geen zin om te wachten aan die lange wachtrij. Maar dus, het komt er gewoon op neer. We zijn hier aan het chillen. Zometeen nemen we een video op Alex's kanaal. Ryan is aan het eten zoals altijd. ja, wij gaan dan nog even wat avondchillings doen. En misschien wat recorden, Q&A, shit like that. Dus morgen, Dutch YouTube Gathering. Jongens, straks komt er nog een einde van de vlog in mijn bed. Terwijl ik Ryan slaap, zo wat dan ook. Dus boys, zeg even dag tot. Zeg tot morgen. Ja, super Paulie. Tot morgen. Oké, boys. Let's go. Jongens, het is tijd om te slapen. Holy shit. Wow, wow, wow. Het was een vermoeiende eerste dag. Lange treinrit, lange schooldag. Het was een heel vermoeiende dag. Ik heb zin in morgen. Ik ga nu slapen. Ik kan in totaal 7 uur slapen. Dan moet ik wakker worden, douchen, klaarmaken. Alles doen. En dan gaan wij via de VIP-ingang richting de Dutch YouTube Gathering. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo blij. Ik vind het zo speciaal dat ik zoiets kan meemaken met YouTube. Ik vind het echt... Ik vind het geweldig. De squad, de mensen waarmee we hier zijn, echt
Vrienden voor het leven, nou holy shit. Zoals jullie kunnen zien heb ik de wekker gezet. En de wekker staat aan de kant van Ryan zijn bed. Dus ja, dat is gewoon goed, hè. Ryan heeft net een douche genomen. Of een bad. Dus wij gaan nu slaapjes doen. Ryan? Yep. See you tomorrow, man. Yeah. Eigenlijk slaapt hij naast me, maar ja, is goed. Jongens, als jullie de vlog van de tweede dag willen zien, kunnen jullie nu klikken op het scherm. Als je nog niet kan klikken, dan is het omdat hij nog niet online is. Ik kan jullie zeggen, morgen komt de nieuwe vlog online. Deel 2 van de DTG-avontuur. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go to the Dutch Yacht Club Gathering. Adios, bitches. Zeker een duimpje omhoog. You.